Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft vandaag in het parlement een uiteenzetting gegeven over de algemene gezondheidssituatie in ons land. Aan de orde is de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2017. Pengel bleef stilstaan bij de ziektekostenverzekering. Volgens de bewindsman is de wijze waarop deze nu is geregeld niet de juiste. Thans is de zorg georganiseerd op basis van uitkering na schade. Dit komt niemand ten goede, stelt Pengel. Niet de zorgverlener en zeker niet de cliënten. Door de manier waarop het vergoedingssysteem geregeld is, worden de zorgvragers gedreven van de eerste naar de tweede lijn zorg. Preventieve en huisartsenzorg naar eigenlijk de duurdere curatieve zorg. En dat is omdat er bijvoorbeeld huisartsen of artsen voor een vast bedrag vergoed worden per maand, gebaseerd op de populatie die bij hun is ingeschreven. Dus er is niet bij alle artsen een prikkel om patiënten zo lang als mogelijk en zo goed als mogelijk op een poli te behandelen. Omdat er een vast bedrag komt elke maand, ongeacht of je, laat me het even oneerbiedig zeggen, of je ervoor werkt of niet. En het is nou juist bij deze huisarts die de poortwachter zou moeten zijn, de beschermer, de keeper tussen de eerste en de tweede lijn, om zoveel als mogelijk in de eerste lijn huisartsenzorg te behouden. Maar wat we zien is dat zodra het een beetje moeilijk wordt, zeker wat patiënten betreft met chronische aandoeningen, diabetesvoeten, etc. Maar ook hypertensiepatiënten die niet onder controle gebracht kunnen worden, zien we dat al heel gauw. Patiënten die eigenlijk meer zullen kosten aan tijd of inzet, dat die al heel gauw doorverwezen worden naar de tweede lijn. Door het verkeerde zorgvergoedingssysteem gaat ook het meeste geld naar de tweede lijn zorg, met name de specialisten. Die werken op basis van het zogenoemde fee-for-service principe, zegt minister Pengel. Dus uiteraard zullen deze dienstverleners zeggen, the more the better, dus stuur maar door, ik vang ze wel op de poli. Maar de fee-for-service betekent, hoe meer patiënten er komen met klachten, hoe meer verrichtingen er gedaan worden, hoe meer consulten er verricht worden, hoe meer geld er naar die kant gaat van de zorg. Verder is ook niet uitgesloten dat het aantal lichtdagen soms overbodig is, omdat soms opnames plaatsvinden die misschien niet noodzakelijk zijn, maar zoals ik aanhaalde, omdat soms de ziekenhuizen niet de kosten komen, is er een prikkel vanwege het feit dat ziekenhuizen op lichtdagen vergoed worden, op basis van lichtdagen, is er automatisch een prikkel om het aantal lichtdagen te verhogen, om in een poging om uit de kosten te komen. Daarnaast is er ook het probleem wat opgelost moet worden, de bereikbaarheid. We hebben het gehad over gelijke toegang en beschikbaarheid van zorg. Dat niet overal huisartsen de hele dag bereikbaar zijn. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Hij sprak vandaag in de Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling. Volgens de bewindsman is de overheid al aardig geslaagd in het ordenen van de sector door de on- en minvermogenden over te hevelen naar het staatsziekenfonds. Doordat het SZF geen winstoogmerk heeft, kan de betaalde premie vrijwel geheel aan de zorg worden uitgegeven. Daarnaast zal worden bevorderd dat niet alleen de overheid, maar ook particulieren hun verzekerings- en premieplicht voldoen.